Waarom raakte u die kritische conclusie? Dat was heel ongepast. Op dat moment, wanneer wij spreken over twee mannen die hun moeder opgepakt is in Iran. Die zitten in alle emoties. En wij spreken over de veiligheid van de mensen hier bij ons, die in gedrang is gekomen omwille van de visa dat mevrouw Labib heeft aan deze monsters, de slachter van Teheran, gegeven. Ik vond dat heel ongepast dat ineens meneer Van de Putte kwam met een verhaal dat dat eerst en vooral niet klopt. En ten tweede, zelfs als dat zo was, wat dat wel privéinformatie van een man in asielaanvraag is, mocht hij dan niet zo vernederend praten daarover, alsof dat het wel iets is dat wel de belangstelling van dit dossier in een of andere manier zou gewoon in gedrang brengen. Dat was heel ongepast, beneden alle pijlen. En ik vond dat gewoon, hoe kan een man zo over andere mensen in nood beginnen te spreken en toch tegelijkertijd zeggen, we geven om mensenrechten. Dat was gewoon niet het geval gisteren in vele partijen en ook zeker niet de tussenkomst van meneer Van de Put. Dat was gewoon niet het geval.